Het nieuws uit Enschede van maandag 22 mei. Grote zoektocht naar vader en 3 ontvoerde kinderen. En een aantal gezinnen wil zo snel mogelijk weg uit hun woning in Velverlindenhof. We zijn elke week fanatiek aan kijken naar een andere woning, aan reageren. Dus we willen liefst vandaag nog weg dan morgen. Vanavond. De Syrische man die vrijdag met zijn 3 kinderen verdween vanuit Enschede zit mogelijk in Duitsland. Volgens een politiewoordvoerder zijn daar aanwijzingen voor. De politie is met een groot onderzoek bezig naar de verblijfplaats van de man. Vrijdagmiddag nam hij zijn kinderen van 2, 4 en 5 jaar oud mee toen hij even alleen met ze was op hun verblijfplaats aan de Veenstraat in Enschede. Of dit een woning was of een opvangplek, wil de politie niet zeggen. Foto's van vader en de kinderen zijn breed verspreid en internationale opsporingsdiensten zijn op de hoogte van de ontvoering. Er zijn volgens nog geen aanwijzingen dat ze op weg zijn naar Syrië. In het buitengebied van Enschede zijn zo'n 100 zakken met wietafval gedumpt. De zakken liggen bij bosjes aan de Floraparkstraat, in de buurt van de Slaghekkenweg. Volgens de gemeente lag het afval er al enkele dagen. Ze zijn vandaag weggehaald. Van de daders ontbreekt elk spoor. Er wordt al lange tijd gewerkt aan de nieuwe N18, de weg vanuit de Achterhoek naar Enschede. Zaterdag was de dag van de bouw. Reden voor Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie Norbe 18 om de weg voor 1 dag open te gooien. Honderden belangstellenden lieten zich in een bus over de nieuwe weg rijden, waarbij ze uitleg kregen over het werk. Ook was het mogelijk om de nieuwe weg te zien vanuit de trein van de Museumbuurtspoorweg. Voor de aanleg van de N18 is ook een deel van het spoor verlegd en er is zelfs een nieuw station gebouwd. Een aantal gezinnen in de wijk Velverlindenhof wil verhuizen en liever vandaag nog dan morgen. Ze voelen zich niet langer veilig in hun energie-neutrale woningen van de woonplaats. Volgens de bewoners is er zoveel mis met de woningen dat hun gezondheid zelfs achteruit gaat. Kijk, de badkamer, de schimmel in de naad, alles eraan gedaan, krijgt het gewoon niet weg. En het loopt rondom, onder de wc-deur. Op welke klachten heeft u onder andere last hier? Nou, we hebben verzakking in het plaatwerk hè, op de bovenverdieping, tevens hevige schimmel. We hebben een hevige trilling hè, tijdens het centrifugeren van de wasmachine. En dan moet je voorstellen dat deuren en lampen heen en weer gaan. En tevens het CO2-kastje, hè, CO2-meting lucht, dat is defect. De vloer wat verzakt was, er is 1 nieuwe plaat ingezet. Maar kijk, hier zit nog een verzakking. Deze plaat ligt niet goed. De trap, die staat los. Hebben ze een plintje opgeplaatst, zodat je de opening niet meer kan zien, met grote schroeven. Maar ik vind het zelf niet veilig, maar ze zeggen het kan geen kwaad. En hoe lang hebben jullie al last van deze problemen? Dit speelt nu al sinds juni vorig jaar. Dat is, de woonplaats weet daar ook van. Hè. Die zijn ook netjes bij me geweest. Ze hebben daar foto's van gemaakt, rapportjes zijn er opgemaakt. Zijn ze verschillende keren zijn er opzichters, die hebben dat ook gezien. Het wordt doorgegeven, maar tot op heden is nog heel weinig gedaan. En hoe fijn woont u hier nu zelf dan? Wij zelf wonen niet meer prettig. De kinderen ook niet. In zoverre dat we nu aan reageren zijn op een andere woning. We staan ook bij andere verenigingen ingeschreven. En we zijn elke week fanatiek aan kijken naar een andere woning, aan reageren. Dus we willen liefst vandaag nog weg dan morgen. Groot feest afgelopen zaterdag in Enschede-Zuid. Duizenden wijkbewoners deden daarmee aan het Feest van Verbinding. Het wijkfeest is opgezet na het overlijden van directeur Willem Marcelis van de Posten. Het was zijn grote wens om het zorgcentrum en de omliggende wijken met elkaar te verbinden. Vandaag op het feest van de verbinding, ik zeg het zo goed volgens mij, is dat nu toe een beetje een geslaagde dag? Ah, het is een ontzettend geslaagde dag. Het was al een geslaagde dag door de voorbereidingen die plaatsgevonden hebben. Er zijn 400 mensen uit de wijk als vrijwilliger heel actief geworden in de afgelopen maanden om dit feest tot een heel groot succes te maken. Ik heb begrepen dat dit feest is ter nagedachtenis van de oud-directeur van de Posten. Kunt u uitleggen waarom?
Ja, Willem Marcelis was de directeur en bestuurder van de posten. Een hele bijzondere man. Hij is helaas te vroeg overleden vorig jaar. Maar hij had een heel sterk gedachtegoed. Een gedachtegoed hoe je in de zorg en in de maatschappij, met name dat een zorginstelling van en voor de wijk is. Daar had hij een heel sterk gedachtegoed voor en dat wilde hij heel graag doorzetten. Wat bent u hier allemaal aan het doen? Kunt u ons dat eens uitleggen? Met de kinderen aan het filteren, want zo'n hoed filteren, dat gaat wel een weekend overheen. Maar ze kunnen hier zo hartstikke mooie bloemetjes maken. Kijk, zoiets. Hebben jullie een beetje een leuke dag vandaag? Ja, heel erg. Wat hebben jullie allemaal gedaan? Ik ben op Sprinkelsen geweest en ik heb een ijs gekocht. En ik sta met mijn vriendin op de rommelmarkt. Kijken bij kraampjes wat ze allemaal hadden. En mijn nichtje heeft iets gekocht, zo'n nagellakding. En we hebben al gekeken naar schapen, die werden geschoren. Het is echt een hele leuke dag en het is ook lekker warm. En we sluiten af met het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het droog bij zo'n 11 graden. Morgen is het weer vergelijkbaar met vandaag. Een zonnige dag met 23 graden. En ook de rest van de week schijnt de zon bij temperaturen rond de 22 graden. In het weekend schiet het kwik verder omhoog naar 27 graden. Tot zover het nieuws van maandag 22 mei. Nu het NOS Nieuws in 60 seconden, gevolgd door een nieuwe aflevering van Het Veld Op. Nog een fijne avond.